Welkom bij deze allereerste fashion show met kijkers. Ik ga namelijk met 49 andere kijkers. Kijken wie de beste, mooiste, sickste en engste outfits heeft in Fortnite. Vergeet even te abonneren, want we gaan natuurlijk onderweg naar de 400.000 abonnees. Dus klik op dat abonneer knopje. En dan gaan we beginnen. Let's go. We beginnen met ronde nummer 1. Ik, waarom deed ik twee? Uh, ronde nummer 1. En dat is namelijk: trek je allermooiste combo aan. Gewoon mooi. Gewoon, wat jij denkt dat mooi is. Ik zal hier niet te hard op judgen. Uh, trek gewoon je, je mooiste combinatie aan. Je mooiste skin-combinatie die je hebt. Er is hier één sweatskin die al zijn internet verklooid heeft. <laughs> uh, ik zal jullie ongeveer nu nog. Uh, nou, wat zullen we doen? 30 seconden geven. Ik zet even een timer: 30 secondjes. De 30 seconden zijn om. Uh, we gaan even koekeloeren naar. Um, oh, je bent er. Je bent hier niet veranderd, hoor. Je bent niet veranderd van skin. Ja, dat is niet echt een hele mooie skin, uh, jongen. <laughs> Wel een skin, maar niet de mooiste skin. Dat was absoluut niet de vraag. Oké, okay, laten we hier beginnen. We beginnen hier met een high skin. Met, ehm. Um, is, is dat roze? Uh, Rood-roze of zo. Oké, okay, I will let it slide. Eh, uh, deze is op zich wel nice. Oh, beetje OG toch? Beetje OG. Beetje sweaty. Uh, ook wel nice. Ik zal hier ook niet te hard judgen of zo, weet je wel. Ik bedoel, het is eerste ronde. We hoeven hier niet iedereen meteen te killen. Uh, dit is nice. Dit is ook wel nice. Dit vind ik. ...minder of zo. Maar, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hier heb we een paak! <laughs> en wat heb je op je rug? En kouze zuur. Waarom staat er zuur op je rug? Oké, okay, geen idee. Um, sure, nog een paak, geel met goud. Beetje gek. Het uh, spijt me, het spijt me. Ik vind hem niet zo mooi. Het was een... Ah, ah. Nah, sorry, ik vond hem niet zo heel erg mooi. Ik weet niet. Um, wat voor pik is dit, joh? Oké, okay. nice, nice combo. Deze vind ik wel echt, uh, echt nice. Dit um, is op zich ook wel leuk. Ik weet niet, horen deze bij elkaar trouwens? Die, die, die pickaxe en die skin? Hij zegt nee. Oké, okay, de chat zegt ook nee. Oké. Okay. Uh, dan hebben we hier niet de, de, de cube versie. Dat vind ik jammer. Maar hoort die backlink dan? Daar... Die backlink heb ik nog nooit gezien. What the heck? Ik heb geen idee welke backlink dat is. Maar deze past niet echt bij elkaar. Ik bedoel, je hebt geel. Maar ik zie geen geel in je hele outfit. Uh, ja, Oké, okay, sorry. Sorry, Jarne. Jarne, je hebt je wel je best gedaan. Ach, helaas. Ja, dit is een classic. Dit is een classic. Hier kan je gewoon niet fout mee gaan, toch? Deze heb ik ook wel eens gerokt. Hier, uh, hier kan je niet echt fout mee gaan. Dan hebben we hier mijn zoveelste vriendin, Zendaya. <laughs> ook deze combo is wel prima, maar het past niet bij elkaar. Kijk, het is leuk dat je een roze pickaxe hebt, maar waar zie jij roze in je hele outfit? Ik niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Sorry. Um, hier hebben we een paarse Outfit met een paarse pickaxe. En ook nog een paarse backpling. Past bij elkaar perfect. Wat is dit? is het meest vloekende wat ik ooit heb gezien. Sorry, maar dit is echt. Lindsay, sorry. Maar niet, niet de mooiste voor vandaag. Maakt voor de rest niet uit. Um, even kijken. Dit is clean. Ja. Het hoort wel bij elkaar volgens mij. Hmm, I will let it slide. I will let it slide. En uh, dan hebben we hier: een. een ja, zwart-witte skin. En de boefskin skin. Met de ogen pickaxe. En wat voor backpling de uh, Black Knight, oeh, dat is OG hè? Oh, oké, okay, oké, okay. we hebben hier wel een, uh, een OG in de in de fashion show, uh, maar die is nice. Dan gaan we hier door naar Dark Vader of zo, I don't know. Um, ja nice, ja, niks mis mee, zeker weten niet. Dan hebben we hier ook nog kan hem mee door, oké, het kan hem mee door. De, de, de vloek niks of zo toch? Maar ik zal deze uh, sliden. Oké, okay, dan gaan we door naar de andere kant. Dan nog, ik heb nu vier mensen gekillt, volgens mij. Maar vier, right? I don't know. Uh, we gaan hier door naar. Uh, het is niet super mooi, maar abonneer, slide. Deze is ook wel nice. Dit is ook nice. Deze is ook nice. Clean, niks mis mee. Oh, dit is leuk gedaan. Ik Weet niet wie jij bent? Maar props, dit heb je leuk gedaan. Zeker weten. Uh, kan je even stoppen met dansen? Dan kan ik beter zien. Sorry. Ja, uh, nou, het, het, het was blauw met rood met paars. Ik weet niet. I don't know. Het was niet echt super mooi. En dan hebben we hier een gouden compo. Oeh. Deze is nice. Oké, okay, deze is echt heel nice. Dan hebben we hier een. Um, een relatief simpele. Niks speciaals. Ik heb geen pluspunten voor, oké. Okay? Maar. Kan er mee door? Eh, uh, kan er mee door? Ja. Prima. Prima. Dat paarse en paars, dat is wel nice. Deze is ook erg leuk. Props aan jou. Is ook erg leuk gedaan. Uh, oh, ik mis hier twee. <laughs> oh, sorry. Ja. Ja, is, is wel clean, toch? Te simpel. Ook niet te uitgebreid. De, niet te... Oeh, die pickaxe. Mm. Uh. Oh. Dat had je niet moeten doen, joh. Ik had het bijna niet gezien. Uh. Sorry. Sorry. Die pickaxe heeft het verpest. Die pickaxe heeft het echt verpest. Sorry. Ik vond een pickaxe ik, er niet bij passen. Dit past er wel bij. Wacht, doe je pickaxe eventjes, alsjeblieft. Uh, ja. Ja, nee, dit is nice. Dit is nice. Deze was ook al nice. Deze horen wel bij elkaar, right? Even kijken in de chat. Deze, deze, deze horen bij elkaar. <tie> Ah, ik liet het net ook al gaan, toch? Datzelfde combo. Dus oké, okay, vooruit. Voor deze ene keer. Je mag dezelfde set gebruiken, maar niet de volgende keer, oké? Okay? Dus uh, je hebt geluk gehad. Simpel, maar clean. Past bij elkaar. Very nice. Ook al vind ik hem best wel lelijk, maar het past wel bij elkaar, dus sure. Uh, <laughs> dan ook weer zwart. Kan je ook niet echt veel meer misgaan. Very nice. Helemaal goud. Rood. Um, uh, het paarse past niet echt. Maar het is, niet, het is niet zo spuuglelijk, toch? En als laatste... Ook niks mis mee. Nee. Oké. Okay. Ja, prima. Dan hebben wij uh, 43 mensen over van de 50. Uh, dan gaan we door naar ronde nummer 2. We gaan door naar ronde nummer 2. En in ronde nummer 2 gaan we het precies andersom doen. En dat is namelijk trek je allerlelijkste skin aan die je hebt. Combo, hè. Dus lelijkste pickaxe met lelijkste skin en backpling. Het moet gewoon zo lelijk zijn dat ik denk van... Gast, waarom heb je hier geld aan uitgegeven? Right? Dat is een beetje de bedoeling hiervan. Ik geef jullie 1 minuut de tijd. Die gaat nu in om jullie allerlelijkste combo eventjes te showen. Oké, okay. we gaan even kijken wie de allerlelijkste skin heeft in Fortnite. Ik zie daar trouwens al eentje. Yeah. Oké, okay, laten we gewoon weer. Uh... Nou, laten we andersom een keer beginnen. Laten we nu daar beginnen waar we eindigden. Right, Met Mr. Pancake. En met 100% zeker. De allerlelijkste pickaxe die ik ooit gezien heb. Ik heb deze ook. En ik vraag me echt af wie dit gedesigned heeft. Want het is echt spuuglelijk. Um, fair enough. 100% superlelijk. 100% superlelijk. Is niet superlelijk. Oké? Okay? Maar we houden jou nog even in, in mijn gedachten. Oké? Okay? Uh, ik ga even kijken wat de rest heeft gedaan. En dan kom ik hier nog wel even terug. Super um, superlelijk. Dit is ook echt, dit is oprecht zo spuuglelijk, gast. Echt, gadverdamme. Um, juist. Ja, is ook best wel lelijk. Ja, klopt. Yo, wat? Die was een twijfelgeval, toch? Ik bedoel, met lama en zo. Maar, dit is toch niet lelijk of zo? Jongen, even de chat, hè? Even de chat vragen. Dit is toch niet lelijk? Misschien is de pickaxe lelijk, maar de skin toch niet? Valt mee? Nee, nee. Precies. Oké, sorry, het spijt me. Dit is niet echt. Niet echt spuuglelijk. Deze is ook echt totaal niet spuuglelijk. Het spijt me. Dan gaan we hierdoor. Jeze bro. Brilmaat? What the heck? Oké, ja, die is wel echt lelijk. Wat is dit, maat? Wat voor... Yo. Heb je hier echt geld uitgegeven? Wat de heck, oké. Okay. Uh, ja, deze skin... was is niet lelijk. Maar ook weer wel, toch? Hé, uh, dit hey, is de Rickman. Dit is niet lelijk. Alleen je backbling en je pickaxe zijn wel echt puur lelijk. Dus fair enough, I guess. I will let that slide. I will let that slide. Wie zit hier trouwens in de... Juist. Je weet gewoon dat je geen lelijke skin aan hebt, hè, bro? Ik zei lelijkste skin, niet je beste combo. Het spijt me. Het spijt me. Het was, was toch geen lelijke skin? Een alien. Lelijker gaat dat niet worden. Dus ik weet het niet. Uh, wat is dit? Een of andere zombie man. Uh, nog een zombie man. Nog een. Wat de. The... Ma, dit is toch Nou, oké. Okay. Wat is je... Ik heb deze skin nog nooit gezien. Echt nog nooit. I mean, de pickaxe, is niet heel lelijk. Je hebt een. Uh, die backbring is ook niet wel lelijk, maar je skin is wel echt spuuglelijk. lelijk. Uh, dan hebben we hier natuurlijk weer de botskin. Ja, het is lelijk, zeker weten. Uh, uh, niet heel lelijk, maar wel lelijk. Sna snap je? Dit is. een... Uh, is dit lelijk? Vind ik dit lelijk? Ik weet niet. Sorry, ik vind, het, ik vind het lelijk. Of juist niet lelijk. Ja, ja, dat bedoel ik. Dan hebben wij hier een roze met. Ook dit vind ik niet echt lelijk of zo. Ook al vind ik die skin trouwens best wel dik. Ik weet niet waar je die vandaan heb gehaald, maar die is best dik. Lelijk, lelijk, lelijk. Het spijt me. Dat was niet lelijk. Oké, gaan we door naar de overkant? Want het is stil aan de overkant. Stil is nu zeker, want non-due ben jij lelijk. Jij bent ook lelijk. Dat is gewoon leuk. Ik mag nu gewoon eindelijk eens zeggen wie wat lelijk is. Jij bent lelijk. Ja, dat is ook echt wel lelijk. Ik vind deze eerder sick houden. Wat de heck? Sorry. Sorry, Miffic. Deze word ik eerder sick dan lelijk, maar oké. Uh, wat heb je hier? Ja, dat is ook wel een lelijke skin. Dit is ook echt spuuglelijk, helemaal met die backbling. En nogmaals, ik vind dit niet spuuglelijk. Ik bedoel, het is lelijk, maar het is niet afdans lelijk. Toch? Vind ik dan. Ehm, uh, dit zeker weten. Dit ook niet, hè? E Oké, okay, nou, laat maar. Zeker weten wel. Ehm, uh, zeker is ook lelijk. is niet lelijk zelfs. Ehm, uh, meh. Lelijk, lelijk. Holy damn lelijk. Oké. Okay. Laten we doorgaan naar ronde nummer 3. Ik zie iedereen meteen gewoon. Nice. Dit keer wil ik een beetje. Laten uh, een beetje. Een beetje spannender maken, toch? Dus wat we gaan doen is trek iets roods aan. Zoveel mogelijk rood. Wat namelijk bij mijn kanaal past: aan pickaxe, backpling, et cetera. Gewoon zoveel mogelijk rood. Nogmaals, 1 minuut de tijd. En let's go. 1 minuut is voorbij. We gaan weer beginnen. Uh, er zijn nog 36 mensen over. Dus het wordt, misschien moeten we wat mensen gaan killen. Maar, weet je, het is, het is niet de moeilijkste ronde, dit toch? Dus we gaan een beetje koekeloeren. Uh, laten we hier beginnen. Er zit nog één iemand in de. In de locker. Kan je dat alsjeblieft uit? Ja, juist. Dankjewel. Is dit rood? Welk land is dit? dus Turkije. Dus het is wel rood, maar het is roze. Maar voor mij was het de bedoeling dat het rood was. Dus alweer let het slide. Want dat is rood. Oké. Okay. Um, dit is ook rood. Zeker weten. Ook veel rood. Veel rood. Eh? Ook wel veel rood. Alleen dus. Oh, nu zie ik. er was geglitched. Oké. Okay? Um, zeker weten, veel rood. Ook al veel rood. Rood, rood. Rood, 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 rood. Juist, oké. Okay. Iedereen heeft trouwens die sneeuwschuif pickaxe. Zo lelijk trouwens, hè? Maar oké. Okay. Dan hebben we hier ook weer een rode skin met een mooie backpling. Een rode Star Wars? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, die is nice. Uh, rood met zwart. Prima. Ook rood, rood, rood. Hier nog meer rood. Deadpool. Rood, 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 rood. Uh, Sorry, het spijt me. Het spijt me. Ik moet je helaas toch gaan, uh, gaan killen. Um, dit is ook nice. Volledig rood. Super mooi. En jij hebt rood met geel. Ik weet niet waar dat geel vandaan kwam. Maar oké. Okay. Um, dan helemaal rood. Dat is nice. En ook rood. Dat is nice. Oké. Okay. Nou, er zijn uh, twee mensen afgevallen deze ronde. Dat valt best mee. Laten wij doorgaan naar ronde nummer 4. En dit wordt een, uh, een, uh, een speciale ronde waar we eventueel heel veel mensen kunnen gaan kwijtraken. Want de vraag is: zoek. Een teammate. Met jouw teammate moet je een soort van uh, combinatie gaan maken. Dat mag van alles zijn, right? Dus je moet met een teammate een skin combo gaan maken die bijvoorbeeld volledig rood is. Of die uh, volledig paars is. Of volledig zwart. Weet je wel? Die bij elkaar passen. En jullie hebben hiervoor twee minuten de tijd. Laten we beginnen dus. Uh, even kijken wie de allerleukste combinatie heeft samen met zijn teammate. Um, we zijn hier. Hij hey, lukt het. Ehm. Um... Kerstvrouw. Uh, Oké, okay, uh, laten we hier beginnen met de eerste combinatie. Ten out of 10. Dit hebben jullie echt. Echt goed gedaan. Even, even props nu. Even een applausje. Dit is, wel, dit is wel echt. Kijk, ja, nee, dit hebben jullie echt heel goed gedaan. Dit is heel sick. Dit past echt perfect bij elkaar. Het is allebei ijs. En, ja, het is gewoon perfect. Dat is nice. Dankjewel. Deze twee passen bij elkaar qua vibe. Um, ik vind ze niet helemaal bij elkaar passen, maar ze passen wel bij elkaar. Snap je? Ja, ze passen bij elkaar, maar ik vind ze niet heel mooi. Dat wil ik eigenlijk zeggen. En dan hebben we hier een. Ze dus hebben we wel dezelfde ding. Maar niet echt dezelfde vibe toch? Ik bedoel, dit is meer een soort van piraat. En dit is meer een skulltrooper-achtig iets. Dus het idee is er. Maar het spijt me. Ik vind het niet super, super, super. Uh, dan hebben we hier. Nou, dit past totaal niet bij elkaar, jongens. Nee, nee dit is ook perfect. Dit is gewoon echt precies uh, wat ik zocht. Ja. Ted dat, hè? Heel nice. Uh, dan hebben we hier twee van dezelfde skins. Maar wel andere variants. En dezelfde. Pickaxe. Dus uh, ja, dat is ook uh, goed gedaan. En weer ook twee Renegade Raiders. soort van, tenminste, andere varianten. Ook super nice. Jullie hebben ook kaars. Pickaxe een beetje uh, gedaan. Dat vind ik wel leuk. Ah, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Oké, okay, hier heb je hebt namelijk zijn pickaxe. En jij hebt zijn pickaxe. Dat is wel. Oké, okay, ja. Props aan jullie. Dat hebben jullie leuk gedaan. Uh, dan hebben we hier twee blauwe. Um, ja. Ja. Ik ging niet de, het geeft niet dezelfde vibe, oké? Okay? Sorry, het geeft gewoon niet dezelfde vibe af. Ik weet niet. Ik vind het niet dezelfde vibe hebben. Uh, dan gaan we door naar de overkant. Want hier hebben wij namelijk twee keer soort van de foundation. Tenminste, dit is de visitor en dit is de foundation. En um, dat past bij elkaar. Ja, beter konden jullie niet doen. Dan hebben we hier twee Judo Masters. Oké. Okay. Ja, yeah, nice. Oh, oh, oké. Okay, oké. Okay. Ja, ten out of ten. Ik had niet gezegd dat iemand hoefde, maar dat maakt het wel af. Zeker weten. En dan we hebben we hier twee van dezelfde skins. Hebben jullie, wat hebben jullie als pickaxe? Ja, jullie hadden twee dezelfde dingen allemaal. Uh, ja, oké. Okay. Ja, het past bij elkaar. Want het is alle twee hetzelfde. Uh, twee peelies 10 out of 10. Twee Jonesy's. Dit vind ik wel erg leuk. En twee van de. 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 fate skins. Zo, twee dingen toch? Maar dit zijn de tweezelfde skins. Ehm. hoeveel mensen. Sorry. Sorry. Het zijn twee dezelfde skins. Het spijt me. Het spijt me. Ehm. Um, Oké, okay, dit was in ieder geval ronde nummer 4. Er zijn nog. Uh, 1, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Genoeg mensen over, juist. We gaan door naar ronde nummer 5. Deze ronde is wel weer solo. En in deze ronde moet je een dierlijke. Skin aan doen. Gewoon een thema van een dier. Uh, probeer het gewoon zo mooi mogelijk combo te maken. Ook hier geldt het: als het lelijk is, dan lig je eruit. Maar probeer zo mooi mogelijk combo te maken met een dierenskin. Ja, dat mag ook een dierenpickax mee aan toevoegen, weet je wel. Misschien nog een mooie dierenbackbling. En ook hiervoor hebben jullie één minuut de tijd. Oké, okay, we gaan even kijken naar de, de lelijkste. Nee, de, de mooiste dierenskin. Sorry. Het moet wel een dierenskin zijn. We hebben hier een wolf met een, uh, een dierenbackbling. Met een hondje. Het is niet echt een goede combo, maar ook weer wel, toch? Dus, oké, okay, allemaal uit slide. Um, sinds wanneer heb je je eigen familie in handen? Dat is wel een beetje, een beetje gek. Dat is leuk gedaan, dat is leuk gedaan. Uh, wat voor dier ben jij? Is dit een dier? Dit is geen dier, toch? Dit is echt wel, maar wat? Is dit een konijn dan of zo? Want anders weet ik het niet. Een konijn? Is dit een konijn? Dit is meer een menselijk konijn, vind ik. Maar iedereen zegt van wel in de chat. Oké, okay, nou, sure. Uh, je bent een kat, je bent een alien, Wat heck. Uh, je bent een, uh, ook een kat. Je bent ook een kat, een hele Goeie coole kat, en, uh, een hond, een <laughs> mooi unicorn. Uh, wie zit hierin? Hallo? Kom maar UBF uit Hallo? Oh, je bent een, je bent wel veranderd, nou. Ik weet niet of dat zo'n. Ik weet niet. Nee, nee. Je, je ging net ook al. Nee, nee, sorry, sorry voor pandoes. Je hebt wel een hele mooie map gemaakt, maar ik vind geen mooie combo. Sorry. Dan hebben we hier Groot. Groot. Dit is niet. Ik het is een boom. Is een boom. Sorry, dat is een boom. Uh, we hebben hier een eend, we hebben hier een vis. Deze viskin past wel bij elkaar. Dan een, je bent een. Met kip? I mean. Je voldoet aan de eisen, maar het is wel echt lelijk. <laughs> uh, we hebben hier een, een kip. Past mooi geel bij. Ik weet niet wat voor pickaxe dat is. Die is best wel sick. We hebben hier roze ook. een... het is geen kip. Rick, dat was. Uh, we hebben hier wel een kip, juist. Uh, ook leuk gedaan, zeker weten. Nice. Dan we hebben we hier een, uh, een hond en een visje uh, die bij elkaar past. Dat is nice. Oké, okay. okay, we gaan door naar ronde nummer 6. In ronde nummer 6 heb ik een hele speciale: dat is namelijk, uh, je moet namelijk weer je teammate zoeken. Het mag een andere teammate zijn, hoeft niet per se dezelfde dus teammate zijn als de vorige keer. Uh, maar je moet ervan gaan zorgen dat jij of je teammate een hero skin heeft. Dus hoeft niet per se de hero skin, maar gewoon een helden skin, right? Die je superheld moet voorstellen. Je andere teammate. We moeten ervoor zorgen dat diegene een soort van uh, de, de burger uithangt. En dat de superheld hem moet gaan redden. Nogmaals, jullie hebben uh, uh, twee minuten de tijd. Let's go. Oké, okay, de vrijwel iedereen heeft een teammate. Ik ben dus één iemand dus vergeten. Dus jij mag eventjes hier komen. Kom, kom, Superman. Superman, Superman, kom hier. Kom hier. Jij mag in deze cirkel blijven staan. Jij hebt uh, de free pass, oké? Okay? Voor deze een keer. Je hebt wel echt een spuuglelijke pickaxe. Dus ik ben blij dat je niet mee hebt gedaan. Want anders was je er nu uit. We beginnen hier met... Batman en... Uh, Jonesy, dat er zwerver is. Oké. Okay. Hebben jullie speciale emotes? Hebben jullie iets? Wil je ze laten zien? Wil je een act opvoeren? Of is dit het? Oké. Okay. Je bent lost. Hij doet gewoon de standaard Superman emotes. Oké, okay, oké. Okay. Of Batman emotes, sorry. Um, ja, nee, nice. Leuk gedaan. Leuk gedaan. Kom maar op. Hebben jullie iets speciaals qua emotes ook of niet? Jij verandert in... Iron Man. En dan? Gebeurt er niks. Het gaat ze huilen... Ze huilt, en dan verander jij in Iron Man en dan echt ik zou niet mee gaan doen met GTS State maar sure. Uh, even kijken. Spider-Man met Je valt. Geen idee wat dat moet voorstellen, maar leuk. Dan gaan we door naar eh uh, Spider-Man en Jonesy. Kom maar op. Wat hebben jullie? Jij hangt. Ik bent daar nou een bellet blazen. En dan dan ga je pickaxe dan ga je jumpen. Dan ga je. Bro. <laughs> Met bellen blazen ga je het niet. Uh, Oké, okay, ja, leuk geprobeerd. Uh, dan gaan we hier door. Ja, uh, Superman. Damn. Oké, okay, ja, deze vind ik heel erg leuk. Deze vind ik heel erg leuk. Ja, jullie twee hebben echt heel goed gedaan. Dit is, dit is perfect. Dit is perfect. Heel nice. Oké. Okay, dan gaan we door. Naar deze twee. Um... Oh, dit was echt slecht. <laughs> uh, ja, sorry. 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 Dit was niet echt super goed. Oké. Okay, we zijn nu in de top 9 beland. Want dit is namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En nu gaan we het echt moeilijk maken. Oké. Okay? Nu wordt het ook een beetje, een beetje geluk hebben. Maar het wordt heel moeilijk. Uh, doe een chapter. 1 skin aan. Maar niet uit welke. Gewoon een chapter 1 skin. Maakt niet uit welke het is. We hebben hier meteen een uh, marauder. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is uh, pretty good, pretty nice. Very good, very nice. Um, ik wacht al even, is dat nou? Heb je hem niet? Heb je geen chapter 1 skins? Oké, okay, um, sorry. Huh? Oké. Okay. Um, dan gaan we hier door naar de OG Skull Trooper. Dat is very nice. Um, Playstation skin, ook nice. Dan hebben we hier de links, ook nice. Dan hebben we hier. Ik... Ah! Ik weet de skin er niet van, ik weet niet hoe die heet, maar die is ook nice. Is dit een chapter 1 skin? Kan iemand dit bevestigen? Is dit een chapter 1 skin? Oh, mensen zeggen ja hier in de lobby. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ah, uh, YouTuber, Trooper. Ja, oké, okay, iedereen is wel, uh, wel past. Oké, okay, nice. Oké, okay, doe een skin aan waarmee je naar school zou gaan. Gewoon een outfit waarmee je naar school zou gaan, right? Dus niet een monster, want als je dan op school komt, dan schrikt iedereen, maar gewoon een school outfit, right? Oké, okay, we gaan even kijken met welke skin ik dan echt gewoon totaal niet op school wil willen komen. Of tenminste, met welke outfit zou je een beetje ja, verschud staan? Laten we het een beetje zo zeggen. Uh, we beginnen hier met. Uh, ik weet je naam eventjes niet. Maar dat is inderdaad gewoon een prima outfit. Weet je, is prima. Er is niks mis mee. Een um, beetje een chill outfit. Ook prima. Uh, je ziet er wel meer uit als, als een lerares. Maar het zou inderdaad op school kunnen. Zou zeker weten kunnen. Zou zeker weten. Uh, in pak. Ook eventueel kinderen voor een leraar. Ik denk niet dat je altijd leerling naar school gaat. Maar het kan, het kan, het kan. De backlink is leuk. Eerlijk is eerlijk. Uh, maar ik weet niet iemand die zo naar, naar school gaat. Het spijt me. Het zou een beetje, een beetje gek zijn of zo, toch? I don't know. Dit is ook wel prima. Zeker weten. En dit is. Met zoveel kettingen? Uh, nou, oké. Okay. Vooruit, vooruit, vooruit. Oké, okay, deze gaat ook wel. Deze, de volgende ronde is ook wel pittig. Dat is ook wel pittig. Doe je meest. Rairste raar, outfit aan, die je hebt. En dan gaan we gewoon kijken wie de minst rareste heeft. En zo gaan we door tot iemand afvalt. Dat is gewoon echt niet. En hiervoor hebben jullie ook, nou, wat zullen we zeggen? Anderhalf minuut tijd voor. want je moet misschien even goed zoeken dus anderhalf minuut tijd. Oké, okay, de rareste skins. We gaan even kijken wat we hier hebben. We hebben hier een elf. Um, Oké. Okay. We hebben hier een reaper. Nou, die zat als wat op nummer 1. Dan hebben we geen idee welke skin het is. Dan hebben we hier, volgens mij is dit de OG Skull Trooper. Wat is dit? Draai eens om. Draai eens om. Uh, ik weet niet welke skin dit is. Maar ik denk dat deze niet echt heel raar is. Rare, rare. rare. Nee, ik voor, mij niet zo heel raar. Dan hebben we hier de PlayStation skin. En we hebben hier een, een skin die Stijn altijd draagt. Ik weet ook niet welke dat precies is. Maar Stijn draagt hem in ieder geval heel vaak. Dus, um, Oké, okay, wacht, wacht. Een Reaper? Hallo, hallo? Ga jij maar alvast in de gele cirkel staan? Ehm. Um, jij ja, mag ook in de gele cirkel staan. Place is een skin. Jij mag naar het. Uh, naar het binnen toe. En dan moet ik uh, jullie vier helaas teleurstellen. Want, Senna, je hebt het goed gedaan. En. Dark Knight ook goed gedaan. Even kijken. Uh, Rubinho heeft het goed gedaan. En. Dutch Stein 2004 heeft het goed gedaan. Maar jullie zijn wel gewoon best hoog gekomen, hè? Ga die liegen? We zitten nu namelijk in de, in de top 3. Oké, okay, als allerlaatste ronde. Want hier gaat namelijk een, een winnaar uitkomen. Doe een, een skin combo aan. Die jij mooi vindt. Maar daarbij moet ook een passende emote. En een passende spray bij. Oké, okay? dus een backpling. Pickaxe. Het moet, het moet gewoon allemaal passend zijn. Het moet gewoon precies kloppen bij elkaar. En het moet nog eens mooi zijn. En hier komt ook de winnaar uit. En hiervoor hebben jullie ook even. Anderhalve minuut de tijd. Oké, okay, ik ga toch even iets anders doen. Er komt hier nog geen winnaar uit. We doen hierna nou nog één allerlaatste ronde. Maar voor de rest is het hetzelfde idee. Dus, de fish. Jij mag beginnen. Heb jij een, een passende emote bij jouw fish? Een hi. Oké, okay, heb je nog een passende emote? Oké, okay, oké. Okay. Ja, die is leuk. Oké. Okay, ja, ik geef jou een. Um, een 8. Ja, ja, we geven jou een 8. Oké, okay, dan gaan we door naar een Marshmallow. Kom maar op, please. Niet de marshmallow-joods. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. <laughs> Is het een marshmallow iemand? Ik weet het niet. Is dat een marshmallow iemand? Nee. Zeggen mensen nee. Oké, okay, oké. Okay, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Um, vind je wel een, een 6,5? Vuur, vuur, vuur. Ook oh, vuur. Oeh. Oké, okay, oké. Okay. Um, dit vind ik moeilijk, want ik vind dit ook niet super speciaal. Ja, oké. Okay, dus welk vinden we dan slechter? Vinden we. Deze slechter dan Marshmallow? Of was... Deze... Uh... Oké, okay, de meeste stemmen gelden een beetje. Iedereen vindt een beetje Marshmallow toch net iets minder. Maar... Nummer 3. Weet je? Gefeliciteerd met nummer 3, Do. Je bent ver gekomen. Je hebt, je hebt best wel veel rondes overleefd. Uh, even kijken wat je naam is. Uh, Rune Verhoeven. Dat heb je echt goed gedaan. Even even applausje. <klaars> Pak een skin. Waarvan jij denkt... Of een skin combo. Of, nou, in ieder geval gaat het om de skin. Uh, waarvan jij denkt... Dat Vissy die niet heeft. En dan gaan we kijken of Vissy die daadwerkelijk niet heeft. En zo gaan we zo door. Totdat iemand een keer gaat winnen. Die komt met. Oh, ik weet even de skin niet. Maar ik weet welke skin het is. Heb jij deze skin? Oh. <laughs> Oké, okay, dit was wel heel makkelijk. Oké, okay, laten we best of 3 doen. Uh, nu mag jij een, een skin uitkiezen waarvan jij denkt dat hij die niet heeft. Oké, okay, dus dat is nu al 1-0, hè? 1-0. Ik dacht, nou, dat doen we een paar keer, maar het wordt wel heel makkelijk zo. Oké, okay, uh, 1-0. Even kijken met wat hij terugkomt. Oké, okay, jij bent teruggekomen met ook volgens mij een PlayStation 4 skin volgens mij die je moest kopen. Heb jij die? Nee. Oké, okay, 1-1. Het staat nu 1 in. Oké, okay, ga jij nu nog een keer uh, je gang? Kijken wie hier als eerste uh, de 3 gaat halen. Een default? Heb jij? Oeh. Een default skin. Oké, okay, oké, okay, wait, wait, wait. Heeft hij deze toen ook gekocht? Oh ja, hij ging wel echt met volle overtuiging. Ja, hoor, ja, hoor. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, oké, okay, dan blijft het 1-1 staan. Um, nou, ga je gang. Nog een keer een, een skin zoeken waarvan jij denkt dat diegene hem niet heeft. Oeh. Ik weet niet eens welke skin dit is. Is, is dat een PlayStation skin? I don't know. Heb jij deze skin? Oh, oké, okay, 1-2. Er staat nu 1-2. Oh, je hebt, je hebt hier wel een belangrijk puntje gepakt, hoor. Ga die liegen? Je hebt hier een, een belangrijk puntje gepakt. Oh, we gaan flexen? Oké, okay, heb jij heel toevallig die? Wait. Wait. Really? Wait. Nee, wait, wait. <laughs> oh, dit zou zo ziek zijn. Ik dacht hier, pak je zo. Oh, maar het is wel die andere variant, ho. And het is de skin, maar het is niet de variant. Tellen wij dit? Het is wel dezelfde skin. Ik heb niet gezegd van. Oké, okay, ja, sorry. Sorry. Hey, dan had ik duidelijker moeten zijn. Het gaat om de skin. Het is een beetje lullig, maar. Ja, oké. Okay. Nou, dan blijft het 1-2 staan. Um, ga je gang. Ga je gang. Dan gaan we door naar Boega. Heb jij die? Ah, dan is het. Uh, dan is het klaar. Dan ben jij. Tweede geworden. Killer Chris. En dan hebben we hier een winnaar. Ik weet niet wie het is, maar gefeliciteerd. Uh, ik ga je wel even killen en dan kunnen we even kijken wie je bent. Maar eerst, gefeliciteerd met de winst. Je hebt het echt goed gedaan. Ik bedoel, er waren wel een aantal pittige. Oh. Oké, okay, oké. Okay. Ik word nog bang ook. Je gaat me nog inhalen ook. Uh, maar gefeliciteerd, je hebt hem geworden. Dan ga ik je nu, helaas, echt killen. Game Boy 2019, eeuw! Die was de vorige keer met Hyde ook zo ver gekomen. Oké, okay, nice. Uh, gefeliciteerd, Game Boy 2019. Dankjewel voor het meedoen.